Het was ongelooflijk warm. Ik kreeg de deur zelf al niet meer open, want onderdelen die vlogen alle kanten op. Goedenavond. Het aantal doelbewuste explosies neemt toe in Nederland. En ook in Gelderland vonden er sinds 1 januari dit jaar al 11 explosies plaats. Dat blijkt uit cijfers van persbureau ANP. In Gelderland gingen er in de eerste maanden van dit jaar in 9 verschillende gemeenten explosieven af. In Nijmegen en Apeldoorn was het zelfs 2 keer raak. Opvallend is dat het merendeel van de explosieven afgaat bij woningen, zoals hier gebeurde in Zutphen. Volgens de burgemeester ging het toen om drugsgerelateerd geweld. Maar ook bedrijven zijn doelwit, zoals in maart bij dit café in Arnhem. Daarvoor werd een 15-jarige jongen aangehouden. Inwoners van Elst zijn vannacht opgeschrikt door autobranden. In een woonwijk stonden rond 3 uur 3 auto's in brand. 2 andere auto's raakten beschadigd. En van maar liefst 7 woningen knalden ruiten door de hitte. De bewoners reageren onthutst door de enorme schade. Ja, het was warm. Ik kreeg de deur zelf al niet meer open, want onderdelen die vlogen alle kanten op. De bewoners van de Valenkamp in Elst werden vannacht wakker door niet 1, maar 2 autobranden in hun straat. De brand verspreidde zich snel naar de andere auto's. Omdat aan beide zijdes van de weg de brand woedde,